De vele regens hebben in bepaalde gebieden gezorgd voor wateroverlast. Dit zegt het hoofd van de meteorologische dienst Sukarni Salons. De afgelopen dagen is er gemiddeld 93 milliliter regen gevallen in het kustgebied. Voor dit weerpatroon, voor deze grote regentijd, is dit het normaal weerpatroon. Dat we dan wat meer neerslag gaan krijgen. En als het nagenoeg aantal dagen achter elkaar regent, dan is de grond verzadigd. Want dat betekent het water dat er niet makkelijk weg kan gaan. Behalve dat, als er ook hoogwaterstanden zijn in de rivieren, dan kan het water ook niet snel afgevoerd worden. Met als gevolg dat er wat wateroverlast voordoet. Sukarni zegt dat het niet vreemd is dat landelijk sommige gebieden onder water lopen. Op sociale media circuleren er beelden van het binnenland, Albina, Nikeri en enkele delen van Paramaribo die blank kwamen te staan. Als je ook, zoals ik gezegd heb, hoge waterstand hebt in de rivieren en er komt ook wat regen en het water kan op een gegeven moment nergens meer gaan, dan gaat het naar laaggelegen gebieden. Het hoogste neerslag totaal wat dat nu doet is gemeten in het kustgebied is 93 millimeter. Ja. En wanneer we praten over 93 millimeter, dat is gelijk aan 93 liter per vierkante meter. En dat is wel behoorlijk veel, ja. Als het zo binnen korte tijd valt en als het ook niet direct afgevoerd kan worden. Salon zegt dat het zoveel regent dat het water niet vlot afgevoerd kan worden. Daar zal de gemeenschap zo af en toe last van ondervinden. De meteoroloog geeft aan dat er de komende dagen meer regen wordt verwacht.